Eigenlijk hebben jullie een donkere kijk op het leven. Hè? Als we zo'n donkere kijk, we zouden zeker geen films maken. door het feit dat we zijn optimistisch, we zijn niet hopeloos. Zeker niet. We vinden onze wereld zo prachtig, zo... hoe zeg je? Ephemer. Ephemeral. Ja. What's the word? Ephemeral. Ja. Ja. Fragile. Ja, vergankelijk, fragiel. Ja, zeker. Fragiel. Nee, we hebben geen donkere kijk op onze wereld, absoluut niet. Nee. Maar de film is, je kan zeggen dat het een beetje zwaar is. Maar op het einde, dat blijft zoals altijd open. Ja, het is een dialoog met de kijker. Ja, dus we geven geen antwoorden. Er is geen conclusie. We willen gewoon gedachten geven, impressies geven. Ja, maar het is, ja, de kijker moet ook met ons deze film opbouwen. Jullie zijn dus wel degelijk pessimistisch. Nee. Nee, we willen daar niet aan toegeven, want uiteindelijk dan zou jouw verhaal daar ook eindigen. Neem nu bijvoorbeeld The Road. Hè? Je kent die film van... John Hillcoat. Ja, inderdaad. Dus The Road is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, eigenlijk het vijfde seizoen in zekere zin is een prequel to The Road. En The Road is absoluut geen optimistische film. Daarentegen, ik denk het verschil een beetje met het vijfde seizoen is dat er op het einde van de film waar dingen slecht aflopen, dat is inderdaad zo, maar dat er toch een aantal personages met een zekere vrijheid uitkomen. Met ja, niet zien is en met een, toch een zekere vrijheid naar de toekomst toe. En dat hoop ligt eigenlijk uiteindelijk in wat dat persoon of die personages eigenlijk ondernemen op het einde van de film. Wat ik natuurlijk niet kan verklappen op dit ogenblik. Maar dat is ook in de twee andere films. Dat open einde en die invitatie, uitnodiging naar de kijker toe. En dat is net zoals een goed boek. Een goed boek is ook een dialoog tussen twee zielen, namelijk de schrijver en de lezer. De lezer maakt het boek af. En dat is met onze films in zekere zin ook zo. Het is geen afgewerkt product, want cinema is één grote toverdoos. Hè, met knopjes om alle mogelijke emoties te manipuleren. Dat doet elke filmmaker. Maar toch vinden we het heel belangrijk op het einde van de film dat de kijker die film meedraagt en uiteindelijk afwerkt. Er ook een einde aan geeft, want elk verhaal heeft een einde nodig. Maar dat is dan een soort van samenwerking tussen ons als filmmakers en het publiek, de kijker. Yeah.